Emmanuel! Ja, ook. Emmanuel, kijk eens om. Al krijg ik dat weer. De chillings bij Alex part 2. Dit keer met Emmanuel. Jesus! Jesus! Ja? Hi! Irena! Irena! Irena, hoor! Oh, ja. Wat? Hoi! Hoi! Oh! Ja. Nee, we zijn net begonnen. We zitten nu op de 3 of 4. Godverdomme, hij heeft ook niet gezegd. Heel veel aan het ah, ach, toch je de oude keuken van je. Ja, wat doe je ze dan bij de Aldi kopen? Ja. Ik mis de stoel, wat de fuck? Ik vind het echt stom dat ik mezelf zie bewegen, maar dan is het echt wild, weet je? Want ik zit normaal aan die kant en jij aan die kant. De tafel trilt, wat de fuck? Ik heb ook weer mijn oh, baby. Ik heb geen tekvorm voor mijn gitaar. Hallo, dat we dit over 30 jaar terugkijken, ik dacht van, what the fuck? Alex, wil je ook in mijn filmpje komen die op jouw computer staat? Je moet ze niet verwijderen. Nee, want ik wil ze zeg maar hebben als je internet hebt. Ja, of ik neem een keer mijn ja, ik kan ook met een MacBook zetten, maar dat moet je opgeven. Dat is heel erg geluid. Ik ging met mijn vrienden proberen te doen, niet dat zo mogelijk. Mm-hmm. Je moet zeg maar. Welkom in ons filmpje. Ja, welkom in ons filmpje. Maar je moet zeg maar met zo'n oogschaduwkorstje doen. En dan krijg je echt donker zwart. En als je dan zeg maar zwart wil, dan moet je met eyeliner overheen gaan. Met een korstje. Oké. Okay. Ja, ja, meer als ik mensen komen in ons filmpje. We worden met z'n allen heel erg famous. Ja, we worden van die famous YouTubers. Ja, doe maar. Oh, how I say it. Hey, Alex. Maar je hoort de muziek niet. Hallo. Hallo, ik zing hem, maar oké. We filmen ook weer nog. Oh, wij zijn die hard. Ik denk dat we morgen helemaal niet meer de energie hebben om de hele helemaal te kijken. Het bouwt maar we op ja. Maar we gaan wel op YouTube kijken. Nee, man. Nee, man. Op mijn account. We worden heel erg famous. Ik val daar weer van. Gaan mensen van ons houden, toch? Sowieso. En dan horen ze net, denk ik, oké, laat maar, ego's. Kapstones, alles. Ja, je weet toch wel die Amerikaanse filmpjes? Ja. Wij staan dat nu ook, alleen dan nu als stoners in Nederland. Ja. Wat chill eigenlijk. Maar wie gaan we kijken en het zijn gewoon achter de computer door deze tekst. Weet ik niet. En het Emmanuel in die regio. En een voetbal en een Jezus. En Holland. Ja. Heel stiekem zijn ze gewoon. Komt het gewoon van Afrika? Ja, weet je, alles komt van Afrika. Het is toch? We gaan alles, wij kopen alles hier voor continu op prijs naar 3 cent. Wij horen er 3 cent voor te betalen. Fuck hun dat ze meer geld moeten krijgen, wij horen minder te betalen. Dat is natuurlijk wel geld. Ja, toch? Weet je, geld ik ook wel gaan doen. Ja, ik vind dat we ook moeten boodschappen doen, want dat is goed versturen met zo'n is. Nee, weet je niet. Beter lekker Albert Heijn duur. Want alles wat mijn oma, wat mijn man me nahaalt uit Albert Heijn. 10% daarvan gaat er mij dood. Oké, Albert Heijn lekker. Ja, Albert Heijn lekker.
Weet je, alles moet koop zijn behalve dat je voordeel is. Ja, daarom. Alles in de hele wereld moet worden afgestemd. Dan komt het op. Boetes zijn 5%. De grootste boetes in de wereld. Ja. Smoke is legaal. Voor alle leeftijden. Het is goedkoop. Smoke kan je in de supermarkt halen, inderdaad. Zeg 1 euro ervan. En dan ben je er zijn geen zwervers meer. Alle zwervers worden verbannen. Ja. En iedereen die als een junk eindigt, die echt helemaal verslaafd en helemaal bekeerd wordt, wordt het land uitgezet. Ja. Ja. Dat moet je zelf ook bedanken. En dronken mensen op jou na, die irritant doen en je gaan bedreigen met een mes die rood kan. De meeste bedreigen mensen met een mes, dat kan niet eens meer lopen. Vertel jij eens een verhaaltje over wat we in Nederland moeten doen. Dat is wel een beeld komen. Kijk wat is gebeurd, mijn ogen is kijk deze. Oké, je moet het wel goed in beeld laten komen. Oh, wat is er gebeurd? Ja, man, het was een rijtje. Het moet wel een beeld komen. Ik hou van feesten, ik hou van zuipen en naaien. Geld maken, geld uitgeven. Oké, wat moet er in Nederland veranderen? Vrouwen. Oké. Ja. En vervallen we dus ook. We hebben ook een Death Note, toch? 6,5 En reclames. Reclame is geen plan. Ik haat die dingen. Iedereen is beroemd. Door heel Europa, heel Nederland staat bekend als het beroemdste land. Ja. Iedereen die er komt zeiken. Ja. Er mogen echt maar 1000 toeristen per jaar in. Zo exclusief zijn wij. Iedereen er mogen geen mensen meer in Nederland komen wonen, behalve als ze goede reden hebben. Ja. Weet je, want Nederland... En ze gedragen, als ze zich niet gedragen, gaan ze ook het land uit. Inderdaad, ze moeten zich van Holland gedragen, anders groot. Maar dat geldt ook voor Nederland. Ja. Je moet wel gewoon sociaal doen. Je moet allemaal socialize. Ja, met de hele wereld dan. Iedereen houdt van ons, maakt niet uit hoe je eruit ziet. Inderdaad. Wij zijn famous. Wij worden gewoon de koninginnen, maar dan een koningin met een beetje. Serieus, wij hebben echt dikke verhalen. De mensen af ons zijn echt zo. Ja, ja. Wij hebben een dikke plan. Het kan niet slecht. Nog het leuke. Nog het leuke niet opgenomen. Ja, ik kan het laten zeggen. Kijk, ik heb het 10 minuten. Ik heb het zijn. Ik wil deze ook pas petje, maar ik heb een oorbellen. Ja, dat hoop ik ook met deze. Maar mijn type kan niet meer dichtgroeien, want hij is zeg maar uitgescheurd. Dat is heel erg fijn. Deze is allemaal dicht voor je opzet. Maar echt de 2 mm, waardoor alle oorbellen gewoon heel zwaar. Oké, je kan. Ja, dacht ik ja. Oké, okay. Dan je extra dingen. Weet je wel. Dingen. Dan heb je echt een piercing zijn gratis. Ja. Piercing staat in zilte. Die zijn gratis. En gewoon een piercing kost 5 cent. Ja. Maar als we dit allemaal gaan doorvoeren, dan gaan we Nederland zo'n paar. Nee, dat is niet zo. Nee, want wij zijn nee, weet je wat het is? Wij zijn net als China, toch? Ja. Ik heb ook zo geen loon, weet je? Ja. Maar dat hoeft ook niet, want anders is het goedkoop. Daarom! En een euro, een euro is echt 10 keer zo meer waard dan een andere. Maar wacht, dan moet wel de hele wereld goedkoop worden. Want als we nou op vakantie willen, dan hebben we daar geen geld voor. Maar we kunnen moeilijk de hele wereld. Waarom zou je in Nederland uit willen als het zo chill is? True, maar we hebben geen bergen. Nee, we maken de bergen. Nee, daar moet je bergen. Wat skiën. Jongen, dan ga je maar wintersport. Jongen, dat is dan duur. Omdat wij bijna geen loon krijgen. We hebben toch van die nep hadden. Oh ja. Ga je lekker nep sporten? Weet je, we moeten net als nep staan zitten. En we moeten het klimaat veranderen. Ja. De oude klimaat is dat we niet in die grote dingen moeten gaan. Maar soms moet het wel wat kouder zijn. Dan voel je wel in de grond van de warmte. Ja, oké. En niet te warm. Ja. En soms heb je het boel aangesteld. En dan dan alles ja, is dan. Weet je niet of en dan en al in die 3 dagen komen dan mijn ijsberen toch, omdat dan echt mooi is. Ik snap het! En vind ik ook! Ja, ik snap laatst een filmpje, want kwam gewoon als een vrouw. Dat was een touchpadel, weet je wel. En was een vrouw en die kwam er trappie kropte bij het huisje uitlopen ofzo. En dan uit het niks een ijsbeer valt daar aan, jongen. Ik kan niet meer bedanken. Ik kan die ijsbeer niet meer voorkijken. Ik zag een filmpje die op camp bij mij gestuurd. Was zo'n mountainbiker aan het mountainbiken. En toen zag je niet zo hard zo boem. Dat vond ik niet zo mooi.
Dan zeg ik van ja. Oh mijn god, ik heb het laten weten. Ja. Er zit eigenlijk spleet in mijn body. Ja, mijn haar zit kut. Ja, nee, ik noem maar gewoon niet zo'n tijd. Dit stokje als ik het voor het zit. Nou, anders dan doe ik het zo, maar dan komt ze spleet in mijn body door haar. Ah. Dilemma, of het een flip hij is geweest. Ah. Maar ze heb ik gedacht. Oké, okay, we gaan nog meer over praten. Ja, we hebben echt dikke discussies. Ja, man. Mufasa. Mufasa. Kijk, dan ben ik emo. Ja, dat is emo. Kijk, dan is emo. Nog eens. Mijn haar is dood en blijft staan. Ja, dat is emo. Oh, jeez. Dat was schattig. Ja. Nee, maar ik ga slim worden. Oh, wat schattig! Waarom vind je mij schattig, mijn bro? Ik snap hem echt niet. Dat het schattig is. Mensen, als jullie tot zover hebben durven kijken, dan geef je mening in een comment over of ze nu schattig is of niet. Nee, het staat op nee, maar waarschijnlijk kijken ze niet eens zo ver. Nee, man, de eerste 2 seconden denk ik zo, oh fuck dit. Inderdaad, hè? Maar als mensen toevallig kennen, dan denk ik zo, We moeten zo meteen wel stoppen, anders kan ik niet meer op dit zien. Oké. Maar wat doe je zo? Kijk mij naar vragen. Kijk mij. Nou, kijk, ik ging op die van die gek naar van doe maar, ik gek. Zeg je ook doei? Zeg eens doei? We gaan stoppen. Yo! Emmanuel, zeg doei! Zeg ook doei. 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 Doei.